We gaan de klimaatcrisis zo stevig aanpakken dat we eraan gaan verdienen. Alleen met een nieuwe economie zullen we floreren in een tijd van technologische en industriële revolutie. Alleen met een kenniseconomie zullen we voorop lopen. We investeren in schone energie, in waardegedreven en groen ondernemerschap. Want wat we al wisten sinds Hans Vermierlo en de Club van Rome, klimaatverandering is de grootste bedreiging wereldwijd. Nederland en Europa doen veel, maar lang niet genoeg. De geschiedenis kent zo nu en dan momenten waarop een samenleving zich radicaal hervormt. Dit is zo'n moment. Voor uitstel is geen tijd meer. Voor weifelende politici die weglopen. Als het erop aankomt, hebben we de luxe niet meer. De coronacrisis kan een keerpunt zijn. We hebben de techniek. We hebben de overtuiging. En de mensen. We hebben de kans om onze manier van leven drastisch te verbeteren. En we weten wat we kunnen bereiken. De vliegtuigen van Fokker domineerden met veel lawaai het luchtruim. Nou, dan kunnen de elektrische Flying V's uit Delft in stilte het stokje overnemen. DAF en Spijker konden Nederland veroveren. Dan kunnen de schone auto's van Lightyear en Luca uit Brabant, die kunnen dat ook. We hebben de Deltawerken gebouwd. En dan kan Groningen toch ook de groene waterstoffabriek van Europa worden? Onze molens waren de motor van een nieuw land. Dan kunnen onze windmolens toch ook de motor worden van een nieuwe wereld?